Het voorjaar verloopt tot nu toe ronduit wisselvallig. En dat was de afgelopen dagen niet anders. We hadden met stevige plensbuien te maken. En gisteren, dinsdag, was een compleet verregende dag. En tijdens de avondvierdaagse was de paraplu dan ook een onmisbaar item. Gelukkig stonden deze mensen nog wel lachend op de foto, ondanks het compleet verregende weerbeeld. En het is echt niet alleen kommer en kwel. Er zijn ook wel droge momenten. Ze zijn wel relatief kort van duur en ook wat spaarzaam. Maar die droge momenten moeten we dan maar optimaal benutten om naar buiten te gaan en bepaalde klusjes uit te voeren. Zoals hier ook in Zeeland het verven van de kozijnen, waarbij droog weer natuurlijk wel vrij noodzakelijk is. Ik heb op zich goed nieuws, want er zit meer droog weer aan te komen. En daarvoor beginnen we even met de luchtdrukverdeling en de neerslaggebieden die ons land parten gaan spelen. En dan valt als eerste op dat in de buurt van de Azoren ligt weer het Azorenhoog. Dat kenmerkende hoge drukgebied die in het voorjaar wel vaker daar rondwaart. En ook in het oosten van Europa is het droog, stabiel en zonnig met een hoge drukgebied in de buurt van de Baltische Staten. Nou, eerst bevinden wij ons nog een beetje tussen twee vuren in, zijn die hoge drukinvloeden in ons land nog niet heel erg merkbaar. In het Middellandse Zeegebied is het heel wisselvallig met stevige buien. Hoger in de bergen valt ook nog wat sneeuw. En die wisselvalligheid, dat kan zich een beetje in dat niemandsland ook nog richting ons land uitbreiden. En daar hebben we dus de komende dagen ook nog wel eventjes mee te maken. Maar daarna gaat er wel iets veranderen aan dat luchtdrukpatroon. Want dat Azoren hoge drukgebied gaat een uitloper creëren. Die slaat een verbinding met dat hoge drukgebied hier boven het noordoosten van Europa. En wij komen dan net aan de flank van die uitloper te liggen. En dat betekent wel dat de kans op buien flink gaat afnemen. Het zal niet helemaal droog worden. We zien hier op vrijdag ook nog wel wat buien, vooral in het zuiden van het land. Maar dat gaat wel wat hogere temperaturen met zich meebrengen. Want de stroming die gaat draaien naar het noordoosten. Dan laat ik de animatie nog heel even wat verder lopen. Stop ik hem even hier op zaterdag. Nou, dan zien we echt dat die uitloper goed tot ontwikkeling is gekomen. En dat wij dus ook met die noordoostenwind te maken gaan krijgen. Nou, wat ons een beetje gaat opbreken op de wat langere termijn is die wisselvalligheid in het Middellandse Zeegebied. Want die gaat zich weer in noordelijke richting uitbreiden. En dat zorgt ervoor dat die connectie tussen die twee hoge drukgebieden weer verbroken gaat worden. En dat gaat toch wel een flinke impact hebben op ook het weerbeeld wat wij gaan meemaken. Want dat maakt namelijk de weg vrij voor een noordelijke stroming. En daardoor kan er toch weer wat koudere lucht richting ons land gaan afzakken. Dus gaan we weer een dipje van de temperatuur meemaken. Nou, is dat dan van lange duur? Lijkt er niet echt op, want dat Azorenhoog doet echt verwoede pogingen om zijn invloed weer uit te breiden. We zien het hier op de lange termijn geleidelijk weer dichterbij komen. Maar daarvoor moeten we wel eerst even die wisselvalligheid trotseren. Dus mogelijk in de tweede helft van volgende week weer wat hogere luchtdruk en wat stabieler weer. Nou, en die wisselvalligheid in het Middellandse Zeegebied, dat heeft wel erg veel trekjes van een hoogtelaag. Weer zo'n soort bel met koude lucht hoger in de atmosfeer. En die valt op de weerkaart van de temperatuur op 500 hectopascal. Valt die ook wel redelijk goed te herkennen. En 500 hectopascal is ongeveer 5,5 kilometer hoogte. Nou, eerst valt op dat we een beetje met wat uitzakkende koude lucht te maken hebben. En op het moment dat dat Azoren hoge drukgebied zijn uitloop gaat creëren, zien we hier heel mooi hoe die zachte lucht zich in onze richting aan het uitbreiden is. Nou, in het Middellandse Zeegebied, daar bevindt zich dus echt die wisselvalligheid. En dan moeten we eventjes nog wachten tot en met het weekend. Dan ga ik even kijken wanneer de zondag in beeld komt, want dat is het moment van aandacht. En hier zien we ook hoe echt die zachte lucht met die connectie onze kant op komt. Maar op zondag zien we hier dit lage drukgebiedje op hoogte, zo'n hoogtelaag. Ook wel koude put genoemd. Deze is iets minder uitgesproken dan het exemplaar waar we een tijdje geleden mee te maken hadden. Maar die gaat zich in noordelijke richting uitbreiden. En die zorgt er ook voor dat die connectie tussen die twee hoge drukgebieden verbroken gaat worden.
En dat brengt natuurlijk ook wisselvalligheid en wat koudere lucht met zich mee. En maakt ook de weg vrij voor die noordstroming. We zien hier ook weer een beetje zo'n uitzakkende trog onze kant op komen. En daardoor kan die koude lucht vanuit de poolgebieden weer zijn grip krijgen op de temperatuur in Nederland. En gaan we dus weer zo'n temperatuurdipje meemaken. Als we dan nog heel even naar de wat langere termijn gaan kijken. We zagen net ook al aan de luchtdrukverdeling. Dat Azoren hoge drukgebied blijft heel erg zijn best doen om uitlopers te creëren. En dat zien we later, zien we dat ook weer gebeuren. Komt die zachtere lucht weer wat dichterbij. En kunnen we toch wel rekening houden met iets herstel van het weer. En ook herstel van de temperatuur. Nou, als we die temperatuurpluim er even bij pakken. We keken net naar berekeningen van het Amerikaans weermodel. Deze zijn van het Europees weermodel. Er zitten wat subtiele verschillen tussen. Maar over het algemeen zijn ze het redelijk met elkaar eens. Valt op dat we tot en met het weekend vrijwel geen spreiding hebben. Dus dat die 50 modelberekeningen heel erg dicht bij elkaar liggen. Dus dat die temperatuurverwachting ook wel redelijk zeker is. Nou, op donderdag hebben we nog een klein dipje. Maar tijdens het weekend gaan we toch weer boven die 20 graden uitkomen. En met die hogere barometerstand, iets minder buien, zal het dan toch wel weer lekker lenteweer worden. Maar na het weekend, dan komt die noordelijke stroming erin. Neemt die wisselvalligheid toe door dat hoogtelaag die dichterbij komt. Gaat de temperatuur omlaag. Kijk even naar dinsdagmiddag. Wel wat spreiding, maar dan moeten we waarschijnlijk genoegen nemen met maximaal 15 graden. En dat is toch wel weer een stuk frisser vergeleken met de temperaturen van het weekend. Daarna neemt de onzekerheid wat toe. En dat heeft alles te maken met die uitloper van dat Azorenhoog, of die er wel of niet in gaat slagen om weer onze omgeving te bereiken. Nou, dan nog eventjes als laatste naar de neerslaghoeveelheden kijken. Hogere luchtdruk, minder neerslag. Het weekend ziet er goed uit. Daarna die noordelijke stroming met die buien vanaf de Noordzee en op de langere termijn geleidelijk iets minder neerslag. Nou, het weekend ziet er goed uit. Temperaturen boven 20 graden, maar daarna toch weer een temperatuurdipje met meer wisselvalligheid.